Een goede middag. Welkom in de zomer van 69. Vandaag gaan we dat even herbeleven met schitterend zomers weer. Terug naar die tijd. En eigenlijk is dat wel bijzonder, want vandaag is er ondertussen heel veel veranderd met toen. Als Urania dan start met een zomercursus sterrenkunde, is dat eigenlijk wel iets wat voordien niet zo evident voorop te rapen was. Er was heel wat wetenschappelijke literatuur voorhanden, toen al, ja, in bibliotheken, zeker in universiteitsbibliotheken. Maar die literatuur was niet altijd zo leesbaar voor de gewone leek als dat nu is. De popularisatie van de wetenschap die stond te beginnen. Dat was al een beetje, maar niet als toen. En als je dan zo'n boeken vastneemt, dan is dat toch niet zo makkelijk te lezen. Daar is wat uitleg bij. Nou, mensen die opleidingen gaan volgen, universiteit gaan, die gaan dat wel leren. Maar de gewone leek die wil begrijpen wat daar aan de hand is, die heeft het er moeilijk mee. Het wordt tijd dat er een vertaling komt. Dat er in mensentaal verteld wordt waar de wetenschap staat. Hoe onze kennis in elkaar zit. Tijd voor het oprichten van volkssterrenwachten. In 68 Mira, in 69 Urania en later nog vele andere. Allemaal de droom in der tijd ook geweest van onze voormalige weerman Armand Pien. Die trouwens ook met zijn weerpraatje wetenschap dichter bij de mensen kwam. Want net ging die aandacht naar boven gaan. 69 was niet voor niets ook het jaar waar de eerste mens voeten naar de maan zette. Iets dat heel de wereld volgde en plots kwam die ruimte een heel pak dichterbij. Wel, vandaag gaan we dat even terugbeleven. Urania ging in die tijd immers van start met een zomercursus sterrenkunde, waar iedereen even kon kijken hoe het met de sterrenkunde van toen, met de wetenschap van toen, gesteld was. En het eerste deel gaan we terug naar zo'n les. We hebben daarvoor speciaal onze kantieke schoolmeester, Roger, onder het stof kunnen uithalen. En hij gaat u als eerste een les geven met een beetje de stand van de kennis van toen. Alsof we terug in de jaren 60 zitten. En na de pauze komt dan een panelgesprek met mensen die in die tijd al volop met wetenschap ook bezig waren. Om eens te kijken waar sterrenkunde, wetenschap en vooral kosmologie, onze kijk op het heelal toen, in die tijd stond. En waar we nu zijn. Wat de verschillen zijn op 50 jaar tijd. En die zijn immens. Een hele leuke middag hier bij de Schomerschool Sterrenkunde Urania 1969. Roger, aan u het woord. Dank u wel, Werner, voor deze inleiding. En normaal mensen, de les wordt gegeven, normaal deze les, door Guy Marien. Maar ja, een zomercursus, mensen gaan op verlof, Guy is op verlof. Hij heeft mij al zijn transparanten en zijn materiaal gegeven. En ik ga ook proberen van die les in zijn plaats te geven aan jullie, de cursisten. Nu, ik zie, er zijn nog een paar lege plaatsen, misschien komen er nog wat mensen. We zullen nog eventjes wachten. Nu, heb je de Gazet gelezen van vandaag? Heb je het gelezen? John Lennon gaat de Beatles verlaten. Echt waar, stond vandaag in de Gazet. Allee, dit jaar in het begin trouwt hem nog, hè, met die Yoko Ono. Dan ligt hem daar een week in bed in Amsterdam, in een Hilton, en schrijft hem nog Get Back en zo. Dan nemen ze nog samen die een Abbey Road op, hè, wandelen zo over dat zebrapad en zo. Allemaal koekenij. En nu gaat hem de Beatles verlaten. Straf, hè? Einde van een periode eigenlijk. Hè. En ook de Rolling Stones, hè. 14 dagen geleden, Brian Jones, die verdrinkt in dat zwembad. Ook die formatie bestaat niet meer. Het zijn tijden. Gelukkig, in de muziek zijn er nog vaste waarden. Hè. Elvis de Pelvis. Hè. Elvis de Pelvis, Elvis Presley. The King Never Dies. Heb je zijn laatste nieuw al gehoord? In the Ghetto. Heb je gehoord? Wel, garantie, dat wordt een hit. Hè. Dat wordt een hit in the Ghetto. Ja. Maar ja, het is niet alleen in de muziek. Hè. Het is niet alleen in de muziek. En dat gezien de politiek eigenlijk, was daar aan de gang eigenlijk. Wat gebeurt er? Al die nieuwe gezichten die we nu hebben dit jaar. Allee, pak nu Duitsland, Willy Brandt. Pak Israël, Golda Meir, een madame zelfs. Pak nu Libië,
De zeker kolonel Gaddafi heeft daar dat regime omvergeworpen. In Frankrijk een nieuwe president, Georges Pompidou. Zelfs Amerika heeft er een nieuwe nu. Amerika, ja. Zeker Richard Nixon. In de fruit, allee, de Gazette van Antwerpen, voor degenen die niet van de stad zijn. Stond er een grote foto zo. Ik heb die eens goed bekeken. Nu, dat ziet er mij een heel treffelijke en degelijke mens uit, die Richard Nixon. Het is niet zo iemand die direct zijn concurrenten gaat bespioneren en afluisteren. Ja. Ja, maar in de sport is er goed nieuws, hè. Ik heb gelezen dat er een Belg de Ronde van Frankrijk heeft gewonnen, zo'n jonge gast zo. Ja, ik ben zijn naam nu kwijt, maar ja, dat gaat zo in de sport. En een dag winnen ze de Ronde van Frankrijk en de volgende dag worden er niet meer van, hè. Ik bedoel, dat gaat zo. Dat gaat zo. Goed, mannen, ik denk dat we er allemaal zijn. We gaan eraan beginnen. En vandaag ga ik het over de hemelbanen. Je hebt dat allemaal al gezien, dat die zon opkomt, hè. Zo ergens in het oosten zo. Smiddags staat hij in het zuiden en s'avonds gaat hij onder in het westen. Maar je hebt al gezien dat die zon soms wat hoger staat en soms wat lager. En soms komt hij daarop en soms komt hij daarop. Wel, we gaan nu proberen een systeem te bedenken om dat te bevatten. Ook die sterren, hè. Soms heb je sterren die je er het hele jaar door ziet staan en andere sterren die komen sowieso op en die verdwijnen terug. Hoe zit dat nu in elkaar? Dat is de les van vandaag. Goed, en dan beginnen we met... Ik ga me zetten eerst op een heel verre ster. En ik ga naar ons zonnestelsel kijken. En wat zie ik dan? Dan zie ik eigenlijk hier de zon. De zon. Wat zie ik nog? De blauwe planeet, de aarde. Hier, de aarde. En als ik op mijn ster blijf zitten en ik blijf die in doog houden, wat zie ik dan? Dat is dat die aarde stilletjes aan opschuift. Op zeker moment, 3 maanden later, staat die hier. Nog eens 3 maanden later staat die daar. Nog eens 3 maanden later staat die hier. En dan beschrijft hij dus eigenlijk de vorm van een cirkel, ellips. Laat ik nog even in het midden, maar we gaan die strekken. Hè. Voilà. Zo. Adam, dat kennen we allemaal, hè? Nu, is er iets speciaals. Namelijk, als ik goed kijk vanuit een verre ster, dan zie ik dat die in een jaar die aarde niet alleen ronddraait, maar die draait ook op zichzelf. Om de dag draait die volledig rond zichzelf. En heel speciaal, en dat is nu de clue van het hele redeneren, die draait rond, en een bol die naar rond draait, die heeft een draaias, hè, van noord, noord, zuiden. Die staat niet recht. Je zou verwachten dat dat recht staat. Nee, dat staat scheef. Dat staat scheef 23 graden. En nu, de finesse van de hele zaak is, die as die blijft zo staan. Je zou verwachten, die as die gaat meedraaien. Nee, die as die blijft staan. Die blijft altijd in die richting wijzen. Voilà. Zo. Zo marcheert dat spul. Nu, ga ik de truc van de duif doen. Truc van de duif. Namelijk, ik ga van op een verre ster mijn kop een beetje schuin houden. Zo 23 graden mijn kop schuin houden. En wat zie ik dan? Dan zie ik heel dat systeem gekanteld zijn. Dat mag ik, hè. Ik bedoel, dat systeem is dat systeem. Ik mag dat draaien hoe ik dat wil, hè. Nu ga ik dat kantelen op deze as, wat we de knopenlijn noemen. Want hier, in het noordelijk halfrond, is het zomer. We zitten dichter bij de zon. Hier is het dan herfst. Hier is het winter, want we zitten hier verder van de zon. En de zon staat dus schuiner. En hier hebben we dan terug lente. Dus we hebben lente, zomer, herfst, winter. Hè? En zo gaat dat denk ik rond. Nu, ga ik dat over die as schuin kantelen. Dus ik begin terug met die as te tekenen. De zon. Ik teken die as. En ik teken de aarde. Die hou ik vast. En nu ga ik dat ding kantelen, dus nu ga ik eigenlijk dat schuin zetten. Dat gaat dus zo. Dan komt mijn aarde hier. En heb ik zoiets, hè? En wat is nu het speciale van het geval? Waarom doe ik dat? Al die assen, die draaiassen, staan nu allemaal zo naar boven.
En dat maakt het een hoop gemakkelijker om over na te denken. Heeft iedereen dat vast? Zo? Goed, dan gaan we eens kijken. We hebben van die verre ster gezien. Dat weten we nu. En we weten ook, we kunnen die hoek ook meten. Namelijk, die hoek hier is min 23 graden. Een half ongeveer, maar dat speelt geen rol. En hier is die hoek plus 23 graden. En hier is die 0. Die gaat van plus 23, 0, min 23, 0, plus 23 enzovoort. Nu gaan we dat eens bekijken, want tenslotte, we zitten in Hoven, we kijken naar de sterren boven. We willen toch wel weten hoe dat van hieruit eruit ziet. Dat is nu goed, van een verre ster. Maar we gaan dat nu gebruiken, wat we nu geleerd hebben, om eens te kijken hoe ziet dat bij ons in Hoven. En wat ik dan ga doen, ik ga dat even wegvagen. Iedereen genoteerd dus naaktjes, ja? Dan is het goed. Goed. Gaan we eens kijken in Hoven. Hier is de aarde terug. En nu moet ik een begrip introduceren dat eigenlijk relatief simpel is. Dat is namelijk de hemelbol. En wat is de hemelbol? Als je buiten staat en je ziet naar boven, is dat precies of al die sterren zijn, die zon en die maan en die planeten, dat staat allemaal op zo'n koepel. We zien dat precies als een koepel. Ja? Gelukkig maar, anders konden we geen planetarium maken. Ga maar eens naar het planetarium zien, dat is een koepel. En daar kunnen we zo precies op schijnen, of dat dat echt is. Wel, het is omdat we die een hemelbol imaginair zien, dat we planetarium kunnen hebben. En dus die een hemelbol ga ik nu even tekenen. Ik ga die een hemelbol even tekenen. Voilà, dat is een hemelbol. En nu gaan we er eens opzetten vanuit Hoven wat we allemaal zien. Eerst en vooral, waar is mijn krijt? Hier. Ik laat die aarde ronddraaien. Rond die een as, weet je nog? Rond die een as. Dat is de eerste. Dan heb ik hier de Noordpool. Hè? En hier de Zuidpool. Voilà. Dan weten we dat op die bol zou ik eigenlijk ook het equatoriaal vlak door de evenaar kunnen tekenen. Wat is dat dan? Dat is het equatoriaal vlak. Equatoriaal vlak. Nu, ik loop in Hoven rond, of wij lopen in Hoven rond. Wel, dat is hier, hè. Hier, hè. We staan hier, hè. En wij staan zo, we staan zo een beetje mogelijk op schuin, hè. Zo ongeveer, hè. En dan gaan we een lijn trekken. Moest je nu een schietlood hebben, die lijn gaan we trekken. Dus los door ons, knal naar boven, nadat we zien. Dat ziet er dus zo uit. Voilà. Dat noemen we het zenit. En dat noemen we het nadir. Tegenpunt. Nu, die hoek, dat kunnen we meten, hè? Dat is 51 graden. We zitten op 51 graden noorderbreedte, heet dat dan. Maar dat is voor de volgende les de coördinaten. Dat is voor volgende week. Maar 51 graden noorderbreedte, dat is dat. Nu, we kijken rond en als we rond zien, kunnen we tot van daar zien, tot daar zien. En van daar zien, tot daar zien. Dat noemen we de horizon. En die horizon die staat loodrecht op mijn zenit. Ah, dan gaan we dat tekenen. Loodrecht op dat zenit. Voilà. Dat is de horizon. Nu is het evident dat als we in de Hoven staan, dat we alleen boven die horizon kunnen zien. Dus het enige wat wij kunnen zien, is dat. Dat zien we niet. Nu, waar staat mijn zon? We hebben er juist gezien dat de hoek tussen dat equatoriaal vlak en tussen die zonnestand gaat van min 23 tot plus 23. Herinner u het vorige tekening eens nog? Gaan we tekenen, hè? Hier is het equatoriaal vlak. Wel, dan hier staat de zon maximaal en hier staat de zon minimaal op min 23. Gaan we dat ook tekenen? Voilà.
als je weet dat dat 23 graden is, en dat ook 23 graden, kun je alle hoeken berekenen, hè? Dan zie je dat vanuit Hoven de zon maximaal op ongeveer pakweg 66 graden staat en hier op 16 graden ongeveer. Hè. Je kunt dat uitrekenen. Rechte hoeken, het zijn allemaal rechte hoeken. Als dat 51 graden is, ja, is dat 39 graden. En zo kun je voortellen, eigenlijk kun je alle hoeken uitrekenen. En wat doet die zon? In dat tekeningetje doet die zon van in de midzomer, als het hoogste staat, over de equinox naar midwinter toe. En dan terug naar hier en naar daar. En dan zo. Dat doet die zon. Nu, hier op de aarde, op 23 graden, zien ze dus juist nog eens de zon in hun zenith staan. En hier zien ze nog eens de zon, die hier zitten, ook nog eens ene keer in het zenith staan voordat ze teruggaan. Dat noemen we de keerkringen hier. Omdat de zon hier omkeert. Hier gaat ze terug naar boven, hier gaat ze terug naar beneden. Keerkringen. Nu, die van het noorden, die noemen we de kreeftskeerkring. Waarom? Omdat er hier een sterbeeld staat dat de kreeft is. En de kreeft stellen we zo voor. De kreeft. En hier staat een sterbeeld en dat is de steenbok. De steenbok. Nu, eigenlijk... Oh, ik moest de steenbok hier tekenen natuurlijk. Ik heb hem een beetje te laag getekend. Nu speelt dat eigenlijk geen rol, want daar staat hem echtig. Daar staat hem echtig. Want die benamingen die dateren van de Babyloniërs. Toen stond inderdaad in het verlengde van de hoogste zonnestand hier, stond daar inderdaad de kreeft. Maar die staat er nu niet meer. Door de precessie van de aarde zijn we veranderd. Nu staat er hier de stier. De stier, die staat er in realiteit. En hier staat de boogschutter. De boogschutter. Dus eigenlijk mogen we niet meer spreken van de keeftkreerkring en de steenbokskreerkring. Als we correct zijn en we zeggen, we doen niet om astrologie, ja, dan mogen we ook niet meer spreken van de steenbokskeerkring en de kreeftkreerkring. Voilà, dat weten we nu voor in het vervolg. Als echte astronoom klapte daar niet meer van. Nu, de tweede clue van het verhaal, buiten dat die een draai als hetzelfde blijft, de tweede clue van het verhaal, is dat als ik op een bolletje zit dat ronddraait, en ik heb een vast punt hier, dan is door projectie dat bolletje, hier dat vast puntje, dat maakt een schijnbare beweging die in hetzelfde vlak ligt als ik. Je kunt dat tekenen met lijnen. Ik kan dat nu niet helemaal bewijzen, maar neem dat even aan. Ik zit op een bol, hè, met de Noordpool naar boven, en ik draai zo rond. Als ik hier een vast punt heb, is dat precies of dat vast punt draait zo rond, in tegengestelde zin. Dat is een projectie. Ik draai altijd rond, of dat ik nu hier zit of daar zit, en ik blijf zitten, draai ik rond in een vlak dat loodrecht staat op die Noordpool-Zuidpool-as van de aarde. He? Ik draai rond op een vlak van 51 graden. Wel, dat is in een vlak loodrecht op de Noordpool. Dus alle vaste punten gaan ronddraaien. De sterren, de zon, we houden die even vast he, voor een dag. Al die vaste punten die draaien rond op vlakken loodrecht op die Noordpool-Zuidpool-as. Of evenwijdig met de equator. Met andere woorden, wat gaat die zon doen? Die zon, als ze hier staat, op het hoogste punt in de zomer, en ik draai ik rond op mijn bolletje, dan zie ik die zon van hier naar daar gaan en terug gaan. Adam? Goed. Nu, ik heb toch wel gezegd, dat is de horizon. Datzelfde gebeurt ook hier beneden. Hier beneden, idem dito, die zon die gaat ronddraaien, als ze daar laag staat, in een vlak, dat parallel loopt met de equatoriaal vlak. En dus, als de zon hier staat en ik draai ik rond op mijn bolletje, dan zie ik de zon dat doen. Maar nu hebben we toch wel gezegd dat we alleen boven de horizon kunnen kijken. Dus wat gebeurt er in de zomer? In de zomer, hier zie ik niks, ik zie alleen dat. Dus die zon die komt hierop, die gaat naar daar, die draait terug
Die verdwijnt onder de horizon, ik zie ze niet meer. Die komt terug en hier zie ik ze terug opkomen. Dus een lange dag en een korte nacht. Hetzelfde hier. Die zon die doet dat. Hier, van op mijn positie, wat zie ik? Mijn horizonlijn hier. De zon komt op, draait rond, 's middags, komt terug naar hier, verdwijnt. De nacht. Komt terug op een korte dag, een lange nacht. Hier op het equatoriaal vlak, op de equinoxen, wat doen ze daar? Ze gaan naar daar, komt terug, naar daar, naar terug, op de horizon. De dag is even lang als de nacht. En dat verklaart dus eigenlijk de lengte van de dagen, de lengte van de nachten. Dat is de zon. Ze biedt komen de sterren. Maar we gaan nu eerst bij die zon nog heel eventjes blijven, want er zijn, dankzij de transparanten van J. Marien, kan ik u wel iets interessants laten zien. Namelijk, we gaan eens kijken, we hebben het nu gezien, ja, dat is nog eens wat ik er juist verteld heb, kunnen we ook nog eens bekijken. De Noordpool had ik naar boven getekend. Voilà. Noordpool naar boven. Hè? Dat is hetzelfde tekeningen. Noordpool, Zuidpool, equatoriaal vlak. Die zonnebaan die noemen we de ecliptica. Hè? Dus de verbinding, de zonnebaan zelf noemen we de ecliptica. Dat is de ecliptica. 23 graden maximum, min 23 graden minimum. En ons zenit zit op 51 graden. We kijken zo. En het nadier. Nu mag je dat ook draaien. Ik mag dat draaien hoe je dat wil. Hè. Mag je dat gewoon draaien. Nu gaan we eens werken met het zenit van boven. We gaan eens werken met het zenit van boven. Dat geeft een aantal interessante ideeën. Eerst... Alle moderne middelen. Hè? Easy. Maar nu wordt het nog straffer. Dus juist, dat was een gewone slide. Hier is dat een super... Een supermoderne slide. Want nu zie je wat ik kan doen. Zie je wat ik kan doen? Dat is de laatste standtechniek. Nu ga ik eerst terug dat tekening eens reproduceren. Dus ik ga nu zien wat dat geeft voor Hoven nu. Hè? Voor Hoven. We zitten op 51 graden noordenbreedte. Voilà. Dus mijn Noordpool staat op 51 graden. Dus ik zit op 51 graden, is mijn horizon. Gaan we eens kijken wat dat geeft. Hè? Maximale stand van de zon, minimale stand van de zon. In de zomer lange dagen, korte nachten. In de winter korte dagen, lange nachten. En die zon, hebben we gezegd, die doet dat. Hè? Want die keert op de keerkringen. Keert die. Voilà. Dat doet die zon. De reden waarom dat niet netjes gespasseerd is, is ook te begrijpen. Ik heb nog even, hè. Even tonen. Dat is omdat je dat moet zien als een projectie. Even terug. Mijn cirkel. Nu, als ik op die cirkel in 12 stukken... Veronderstel dat dat de zon is, de zon die daar ronddraait, hè. Ik deel dat in 12 stukken nu, want we hebben 12 maanden. Hè. Ik ga eens zien wat per maand wat dat geeft. Zo ongeveer, hè? Ongeveer. Zo en zo. En dan ga ik dat projecteren op een rechte. Dat is wat ik eigenlijk daar doe, hè? De zon die draait zo rond. De zon die draait eigenlijk zo rond. Hè? Van de hoogste stand naar de laagste stand. En je projecteert dat op die rechte. Wel, als ik dan nu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 en 12 noem. Wel, dan gaan we dat projecteren. De 6. Die komt hier. De 7 en de 5. Die komen daar. De 8 en de 4. Die komen daar.
de 3 en de 9. Die komen hier enzovoort. Hè? Zie je dat? Dat je dan een ongelijkmatige verdeling krijgt op die projectie. Dat is nu belangrijk, want straks gaan we met de sterren gaan zien, als afsluiter, komt dat ook nog aan bod. En dan heb ik hier 12, hier heb ik 1 en 11. Hier heb ik 12, hier heb ik 2 en 10. Hier heb ik 3 en 9. Hier heb ik 4 en 8. Hier heb ik 5 en 7. En hier heb ik 6. Zie je dat? Dat is wat er hierop staat. Zie je de maanden? Hier staan de maanden op. En dan zie je dat hier de zon eigenlijk relatief weinig naar beneden zakt in het begin rond de zomermaanden, maar dan sneller en sneller beweegt. En hier terug trager en trager en trager naar hier. Wop, en dan is het terug weg. Zie je dat? Daarom is dat een beetje verschillend. Goed. Nu weten we alles wat er bij ons gebeurt in Hoven. Maar we leven niet alleen op de wereld. We gaan eens kijken wat er gebeurt als we op de Noordpool staan. Op de Noordpool, daar is het 90 graden noorderbreedte. Wel, 90 graden naar de noorderbreedte. Dan zit het zenit juist op de Noordpoolas. Die Eskimo kijkt naar boven en die kijkt knal naar de Poolster. Wel, wat zie je wat er gebeurt? Hier is de horizon. Dus herinner u, hier zien we niks, hier zien we alles. In de zomermaanden staat die zon hier en die doet dat traject. Hè? Heel de dag, want ze snijdt de horizon niet. Heel de dag, hop, staat die zon daar. Hier, idem dito. Hè? Dus hier zie je de zon en hier zie je eigenlijk niks. Niks. Hop, ineens terug de horizon. Die zon die loopt rond op de horizon. En dan beginnen die terug eerder dagen te zien. 6 maanden zon, 6 maanden donker. En dat is op de Noordpool. Dat is de Poolnacht en de Pooldag. We gaan eens zien in Belgisch Congo, hè? Ah nee, dat heet nu Zaïre. Eens zien wat dat daar zit. Hè? Dat is op de equator. Hè? Bij de okapis. Voilà. Zien wat een okapis is. Voilà. Dat is op 0 graden. Hè? Dat is 0 graden. Wat hebben we hier? Wel, wat hebben we hier? Kijk. Heel het jaar door. Heel het jaar door doet die zon dat. Dus heel het jaar door hebben een dag en heel het jaar door hebben een nacht. Bovendien zijn heel het jaar door al die dagen en die nachten gelijk. Ja. Bovendien, nog specialer, op zeker moment gaat op midzomer gaat ze door het zenit. Dus die Enokapi die ziet die zon eigenlijk cirkels maken. Op de equinox doet hij juist boven zijn kop en dan gaat hij naar de andere kant. En dan komt hij terug. Hop, terug de equinox. Hop, en zo verder. Zie je? Maar dat is wel speciaal. Want wij weten dat de zon middags in het zuiden staat. Altijd bij ons. Daar niet, hè? Daar staat die zon, want dat is de Noordpool is nog daar. Hè? Dat is het noorden, dat is het zuiden. Kijk eens, hier. Het snijpunt met de horizon loopt hier naar het noorden. Dus die zon staat 's middags in het noorden bij die mannen. En hier 6 maanden staat die zon in het zuiden. Als ik naar de Australiërs ga, onze tegenvoeders, dan draai ik daar rond. Hè. Dan draai ik daar rond naar beneden. Hè. Dan staat die Noordpool... Oh, wacht. Die Noordpool staat dan hier ergens. Hè. Min zoveel graden. Wat zie je dan? Dan zie je eigenlijk dat die zon altijd in het noorden staat. Dat is de noordkant, dat is de zuidkant. Dus die komt 's morgens op in de zomer, staat in het noorden en gaat terug. Altijd. Gelijk dat ze bij ons altijd in het zuiden staat, omdat wij die situatie hebben. Ja, bij ons is dat altijd naar het zuiden. Oh, ik vind dat wel een mooie gedachte. Voilà, dat is eigenlijk over de zon. Nu, de sterren zelf, de sterren nu, hè, nu hebben we de zon gehad, heel kort in de sterren, want daar kan ik hetzelfde verhaal doen. Nu heb ik voor de sterren
Wat is belangrijk voor een ster? Dat noemen ze een declinatie. Declinatie, dat is de stand ten opzichte van het equatoriaal vlak. Je hebt dus de aarde met de Noordpool, dat is het equatoriaal vlak. Staat de ster hier, dan is die een hoek de declinatie. Wel, we gaan dus uitzetten. Hè. Voilà, 51 graden, declinatie. We hebben de declinaties nu getekend. Waar is mijn stok? Ah. We hebben hier de horizon, we hebben hier het zenit en de Noordpool. Hè. 51 graden, we staan in Hoven. Wat zien we dan? En als we hier de declinaties uitzetten, dan zien we dat een ster hier van declinatie min 20 bijvoorbeeld, dat is dus een ster die onder de evenaar staat van de hoek, die kunnen we toch zien. Die kunnen we toch zien. Namelijk, we zien die even hier, min 20, we zien die opkomen, die gaat onder, en dan zie je die een hele tijd niet, als die dat doet. Een ster hier, die zien we wat langer. En het strafste van al, vanaf hier, en dan zitten we op een declinatie van plus 39, vanaf hier zie je die ster altijd, het heel jaar door zie je die sterren. Alle sterren die voorbij deze richting staan, met die declinatie, zie je heel het jaar door. Dat noemen we de circumpolaire sterren. En dat kun je gemakkelijk zien als je naar de poolster ziet. De poolster staat op 51 graden noordenbreedte. Je trekt dat astraal naar je horizon en je maakt daar een cirkel mee. Dan doe je eigenlijk wat ik hier doe. Al die sterren daartussen, die zie je heel het jaar door. Altijd op een andere plaats, maar die zie je heel het jaar door. Al die anderen, die komen eens op en die gaan weg. Natuurlijk, dit geeft niet of je ze echt ziet of niet, want om ze echt te zien moet het nacht zijn. Dat is een kleine ding ten opzichte van de zon. De zon, als die boven de horizon komt, die zie je. Sterren niet. Als die in een dag boven de horizon komt, zie je die niet. Daarvoor heb je een sterrenkaart nodig en dat is de volgende les. De volgende les doen we de sterrenkaart en de coördinaten. Maar hier zie je dat duidelijk. Nu, heel mooi ook is om te zien dat als we terug de Noordpool pakken, hè, kijk eens, op de Noordpool, 90 graden, wat hebben we daar? Die Eskimo, die ziet alle sterren met positieve declinatie, die ziet geen enkel ster met negatieve declinatie. Daarom raad ik alle jonge astronomen aan, verhuis naar de Noordpool. Je moet maar de helft van je sterren leren, want de rest zie je toch niet. Hè? Groot voordeel, groot voordeel. Maar onze Nokapi op de horizon, in Zaire, wat ziet die? Die neigt het slechter, hè? Want die zien er welke declinatie, ergens ziet hem ze toch wel, hè? Ziet je? Die zien alle sterren van het noordelijk en het zuidelijk halfrond, ziet die. En allemaal ziet hem ze even lang als dat hem ze niet ziet. Ziet je? Allemaal even lang. Zo, mensen, dat was een beetje een inleiding op de banen. Nu ga ik afsluiten, het is tijd trouwens, ik ga afsluiten met toch ons zonnestelsel. Waar zit die af? Ah, hier. Zo. Ons zonnestelsel, want we spreken nu altijd over de aarde is maar één planeet. Heel in het kort gaan we eens kijken, want er zijn meer planeten, hè, dan de aarde. Nu, hoe ga ik dat opzetten? Ah, hier. Voilà. En nu moet ik even kijken. Ja, dat ding, jong, dat is het laatste nieuw. Hè. Dat is nog echt staal. Hè. Dat is echt, je kunt dat bekend niet oppakken. Hè. Ik heb horen vertellen dat ze dat achterin in plastic gaan maken. Kunt u voorstellen? Maar nu, dat is nog echt staal. Voilà, we gaan eens kijken. Hè. Heel snel. Voilà. Ons zonnestelsel. Onze aarde zit hier ergens. Hè. Zit hier ergens. Hè. Hier. Mercurius, Venus, aarde, Mars, Jupiter enzovoort. Ik ga ze u allemaal heel even laten zien. En gewoon maar de naam even verklaren en dan dat is genoeg voor vandaag. Even zien waar ik verder kan gaan. Ja, de zon die staat centraal, hè. Die hebben we gezien. Hè. De zon, niks best. Mercurius. Waarom heet Mercurius Mercurius? Die namen die komen van de Grieken en de Romeinen. En bij de Romeinen en de Grieken was Mercurius, Hermes voor de Grieken, dat was de boodschapper tussen de goden op de Olympus en de mensen op de aarde. Ja, die moest dus rap zijn. Dus vandaar dat hij ook altijd voorgesteld staat met vleugeltjes, onze schoenen, en met vleugeltjes op zijn hoed, hè, om rap over en weer te kunnen gaan. Nu, Mercurius, het dichtste bij de zon, doet het de trapste ook. Dus logisch dat ze die Mercurius noemen, de boodschapper planeet. Tweede planeet, Venus.
Venus, godin van de liefde. En Venus, bij de Grieken en de Romeinen, was ook de trouwminnende vrouw. En als je ziet, die staat heel dicht bij de zon. En die volgt de zon altijd bijna, ervoor of erachter, maar staat altijd dicht. Ze volgt als het ware de zon, zoals een trouwe echtgenote haar een echtgenoot moet volgen. Zo staat... En daarom eet hij... Allee. Daarom eet Venus, hè? De aarde Terra. Waarom heet de aarde Terra? Wel, u weet allemaal dat het heelal bestaat uit vier elementen. Lucht, vuur, water en aarde. Dat is evident. En op de aarde zelf, hier op onze planeet, ja, lopen wij op die aarde. En ons contact met de lucht is er ook wel wat. En met water soms ook, als we gaan zwemmen. En met dat vuur af en toe. Maar het is vooral met de aarde. En daarom noemen we onze planeet aardeplaneet Terra. Goed. De volgende. Mars. Mars, eigenlijk de rode planeet. Je ziet dat niet erg, maar dat is zo. Je moet maar eens kijken, die is licht oranje. Die slide is een beetje vergaan, denk ik. Mars, de rode planeet. Ja, Mars is de god van de oorlog. En in de oorlog vloeit er bloed. En dus die rode planeet krijgt de naam van bloedplaneet of Mars. De planetoïden die slagen we over. Dat zijn ja, miljoenen van die rotsblokjes, zo wat afval dat er rondzweeft. Maar dat trekken we ons niet aan. We gaan ineens naar Jupiter. De oppergod Jupiter. De grootste planeet ook, en daarom Jupiter. En u weet, de maantjes van Jupiter, ondertussen hebben we er 30. Binnen 50 jaar gaan ze er 80 vinden, denk ik. Maar vier grote. En al die baantjes, ik weet niet of dat u dat weet, die hebben namen gekregen, Latijnse namen. En die namen van al de planeten, van de manen van Jupiter, dat zijn al de namen van zijn maîtresses. Als u de mythologie kent, moet maar eens een mythologiecursus volgen, dan weet u dat Jupiter affaires had met elke godin in de Olympus en met elk prinsesje en herderinnetje dat op aarde rondliep, als het maar schoon volk was. Trouwens, hij was niet kieskeurig, hij was zeer modern. Ook Ganymedes, de mooiste jongeling op aarde, laten we naar het naar boven brengen, wordt zijn wijn schenken. En we hebben al die namen, Ganymedes, Io, Callisto, Europa, noem ze maar op, dat zijn al de maîtresses. En zelfs al zouden we 100 planeten ontdekken, we kunnen voort met namen. Goed, dat is Jupiter. Dan hebben we Saturnus. Wie was Saturnus? Ja, Saturnus was de vader van Jupiter. En Saturnus eet eigenlijk Jupiter op, want ze hebben tegen Saturnus gezegd, een van uw zonen zal het rijk van u overnemen. Die heeft dat niet gehad, dus zet hem al zijn kinderen op. Nu, zijn vrouw wordt dat beu, van dat maar kinderen te baren. En die man heeft dat dan die altijd op en zo. Dus ze geeft hem een braakmiddel en hij braakt s'nachts zonder het te weten zijn kinderen terug uit. Ze steekt Jupiter weg. Jupiter wordt groot, verslaagt zijn vader. Vandaar Zeus of Jupiter en dan Saturnus, vader en zoon. En dan gaan we nog eentje verder. Dan hebben we Uranus. Uranus is nu de vader van Saturnus. Uranus, het begin. Uit de chaos ontstaat eerst Uranus. Die heeft dan een hoop kinderen, waaronder Saturnus. En Saturnus heeft dan een hoop kinderen, waaronder Jupiter. Zie je hoe dat dan netjes naar elkaar past? En dan tenslotte Uranus hebben we, alleen tenslotte niet, Neptunus. Ja, dat is een blauwe planeet, blauw de zee. Neptunus, god van de zee. Neptunus is trouwens een broer van Zeus. En dan de negende planeet, want we hebben 9 planeten, dat is Pluto. Pluto, god van de onderwereld, ook de hond van Walt Disney, hè? Maar god van de onderwereld. En ook een broer van Zeus, en daarom Pluto. Nu, eerlijk gezegd, ik vind die Pluto nogal klein. Hè? Misschien moeten we er iets aan doen. Maar in ieder geval, er zijn 9 planeten. En dat was zo'n beetje eigenlijk de les. Dan hebben we zo eens naar ons zonnestelsel gekeken en we hebben eens gezien hoe dat erboven allemaal bougeert. Ik hoop dat jullie er iets aan gehad hebben. En we zien elkaar terug bij de volgende les, volgende week, voor de sterrenkaart. Dank u wel voor jullie aandacht, cursisten. En het is nu koos. Ja, maar ik heb geen spons.